Willaert. Dat is uitstekend werk. Tessa Willaert. De Kenny. De bal binnenhouden. De voorzet dan van De Kenny. Bal afwijkt. En dan gaat hij tegen de paal. Daar was het bijna 1-0 voor de Red Flames. Noorwegen ontsnapt. De Loze. Willaert één tijd. En zo moet het. Dat deed daar uitstekend. Biesmans. Eén tijd deze bal. En dan is dat het doelpunt van De Guernier. Uitstekend gedaan. En de voorsprong voor de Red Flames is verdiend. Absoluut. Zij in deze beginfase. De ploeg met de meeste kansen. De ploeg met de meeste drang. Uitstekend werk van Egerberg. Moet dan trappen. En de redding van Odeurs. Het is moeilijk om vandaar een doelpunt te maken. Laura De Loze, speelster van Anderlecht. Hier is Herlofsen ondertussen de voorzet. Dat is te hard. En pas in de richting van deze Ada Hegerberg. Daar in de buurt van Odeurs. Wat valt op? De hoekschoppen van de vrouw. Een goede redding is dit van Odeurs. Dit was zo goed als een gemaakt doelpunt. Odeurs met een fantastische save. Linksachter die vaak mee kon oprukken. Havi. Odeurs. Onder de bal door. Justine Odeurs. En dan staat het 1-1. Dat is jammer. Een goede wedstrijd. Is die bal nog aangeraakt of niet? Feit is dat het gelijk staat. Dat na een dikke 10 minuten in deze tweede helft op deze manier moet gebeuren. Hier zijn de Belgen met Willaert. Nieuwe Willaert. Snelle de reactiebal. Die blijft hangen. Hussein met de 2-1. Dit is een uitstekende reactie van de Red Flames. Binnen de minuut staan ze opnieuw op voorsprong. En het is Sarah Hussein. Nog eens ondertussen is daar het doelpunt voor Noorwegen. We waren nog even bezig met die herhaling. Daar is Hegerberg. Ada Hegerberg is gevaarlijk. Die 19-jarige spits van Noorwegen. Biesmans. En dan uiteindelijk Kaiman. Hier zit wat in voor de Red Flames. Kaiman. Trap net naast. Dit had zomaar de 3-2 kunnen zijn. Top. Er is Willaert trouwens. Krijgt de bal daar cadeau. Willaert scoort de 3-2. Mooi afgewerkt van Tessa Willaert. Was een cadeau. Dat wel. We moeten hem nog binnentrappen. Dat doet ze uitstekend, Tessa Willaert. Op die manier de Red Flames op weg naar een hele mooie zege tegen Noorwegen. 3-2. Dat is een hele mooie, uitstekende zege voor de dames van Yves Cerneels.